G26, macht van een eenterm. 4x tot de derde, hoeveel is dat nu? Wel, in dit hoofdstuk kennen we dat eigenlijk nog niet, maar als we teruggaan naar het hoofdstuk van machten, dan staat hier eigenlijk een product tot een macht. En daar kennen we de rekenregel wel, want daar zeggen we dat we iedere factor tot die macht moeten verheffen. Dus hier krijgen we ook 4 tot de derde maal x tot de derde. We gaan iedere factor tot die macht verheffen. 4 tot de derde kunnen we verder uitwerken, dat is 64 maal x tot de derde. We laten het meldteken terug weg, dan krijgen we 64 x tot de derde. Dus wat doe je met de coëfficiënt? Je gaat de coëfficiënt tot de macht verheffen. Wat doe je met het lettergedeelte? Je gaat het lettergedeelte tot de macht verheffen. Min 5x tot de tweede y tot de tweede. Dus ook hier gaan we iedere factor tot die macht verheffen. Dus min 5 tot de tweede maal x tot de tweede tot de tweede maal y tot de tweede. Min 5 tot de tweede, het minteken staat binnen de haakjes en het is een even exponent, dus die uitkomst of het wordt positief. X tot de tweede tot de tweede, denken we even terug aan de rekenregels van machten. Om een macht tot een macht te verheffen, moeten we het grondtal behouden en de exponent vermenigvuldigen. En 2 maal 2 is 4 en we houden y tot de tweede. We krijgen dus 25 x tot de vierde, y tot de tweede. Ook hier gaan we de coëfficiënten tot de macht verheffen en het lettergedeelte tot de macht verheffen. Even opletten, je moet iedere factor van het lettergedeelte tot die macht verheffen. Vergeet dat niet, want dat is een fout die vrij frequent gemaakt wordt. Min 2x tot de vierde. Je ziet dat het minteken nu niet binnen de haakjes staat, dus die exponent 4 heeft geen invloed op het minteken. De uitkomst blijft dus ook negatief. Ik krijg dus min 2 tot de vierde x tot de vierde, want ik ga de coëfficiënt tot de macht verheffen en het lettergedeelte tot die macht verheffen. Dus min 2 tot de vierde maal x tot de vierde. Die 2 tot de vierde kan ik verder uitwerken en ik krijg min 16 x tot de vierde. Dus om een eenterm tot een macht te verheffen, verheffen we de coëfficiënt tot de macht en verheffen het lettergedeelte tot de macht. Een opmerking, die hadden we al zelf ook ontdekt. Een eenterm tot een macht verheffen is hetzelfde als een product tot een macht verheffen.